Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Talent van de Week. Ik ben Boris Koelman. Ik draai als DJ en ik produceer nu ook sinds kort. Ik ben hiermee begonnen ongeveer 2 jaar geleden. Ik wou al een tijdje lang zelf draaien. En mijn broer die ging hierheen omdat de moeder van een vriend van hem had ons getipt om hier naartoe te gaan. Ja, en sindsdien ben ik hier best wel vaak gekomen om te draaien. Ik doe het nu al ongeveer 2 jaar. En daarvoor, je zou kunnen zeggen 3 jaar, maar toen kwam ik niet echt regelmatig. Dus dat was eigenlijk misschien een beetje een inloopjaar. Ik oefen ongeveer 2 keer per week. Soms iets meer, soms iets minder. En ik ga ook 1 keer per week naar de beatworkshop. Mensen om me heen vinden dat, meestal ze supporten het wel. Ze vinden het leuk dat ik dat doe. En het is eigenlijk alleen maar goed. Ik draaide eerst progressive house en dance, wat je veel op de radio hoort. Hardwell en dat soort muziek. En toen ben ik meer richting deep house gegaan en nu draai ik een beetje deep house en UK garage. En ik wil binnenkort elektronische muziek gaan draaien. Het leukste wat ik heb meegemaakt is sowieso wel Paradiso. Dat was toch wel echt eigenlijk de eerste echte draaiervaring voor het publiek. En dat was dan gelijk Paradiso, dus dat was wel heel erg leuk. Ik hoef niet per se op hele grote feesten te staan, maar ik zal blij genoeg zijn om als ik wat ouder ben gewoon in clubs in Amsterdam te draaien. En ik hoef zoiets als Tomorrowland, dat is ook niet echt mijn muziek, maar het zou natuurlijk wel erg leuk zijn. Maar het gaat mij vooral, ik zou het leukst vinden om gewoon in clubs in Amsterdam te gaan draaien. Ik heb niet echt, er is niet echt een artiest die mij inspireert. Ik luister naar heel veel verschillende soorten muziek. Ik zou niet echt 1 artiest kunnen noemen die mij inspireert. Mijn toekomstplannen zijn om veel door te gaan met draaien. Ook electro te gaan draaien, veel dingen op te nemen. En ook qua produceren zou ik veel willen gaan leren, veel eraan gaan werken. En dan op een gegeven moment, als ik echt goed genoeg ben, misschien een demo te sturen naar een platenlabel. Klein ding of via andere mensen die me zouden kunnen helpen dingen op te sturen. En dat is eigenlijk wat ik wil gaan doen.